Psychische klachten ten gevolge van aardbevingen zijn moeilijk op te lossen. Dat zegt Robert Schoevers, hoofdafdeling psychiatrie van het UMCG. Het aantal mensen met psychische klachten ten gevolge van de aardbevingen neemt fors toe. Jos Aartsen, hoogste baas bij het UMCG, waarschuwde deze week nog voor het ontstaan van volkswoede. Want mensen zijn onzeker over het verloop van de aardbevingen en hebben het gevoel niet serieus genomen te worden door de autoriteiten. Waar mensen mee worstelen, ook als ze last hebben van psychische klachten, is dat het hen in hun gevoel is aangedaan. Dus het is heel moeilijk om naar een hulpverlener te gaan met een klacht waar je niet om gevraagd hebt, die je waarschijnlijk niet had gehad als deze narigheid niet was voorgekomen, waarvan je ook het gevoel hebt dat instanties zich daar onvoldoende van aantrekken. En dan ben jij degene met het probleem en dan ben je ook nog degene die de extra zorgkosten daarvoor moet betalen. Dat is voor mensen in minder sociaal-economische omstandigheden echt soms een barrière. Dus dat maakt alles bij elkaar, het zoeken van professionele hulp, ook lastiger. De voortdurende dreiging van de aardbevingen maakt dat mensen zich onzeker voelen, angstig en boos zijn, slecht slapen en zich onveilig voelen. Er gebeuren dingen met je huis, met je leefomgeving, die beangstigend zijn. Je bent bang misschien dat je kinderen iets overkomt, dat je huis instort. En dat gaat steeds maar door. Je weet niet wanneer het stopt. En dan is het ook nog zo dat mensen het gevoel hebben dat de autoriteiten daar onvoldoende oog voor hebben, dat er onvoldoende serieus mee om wordt gegaan. En dat maakt dat gevoel van er alleen voor staan en onveilig zijn groter. Schoevers kan zich verplaatsen in de gevoelens van onzekerheid en machteloosheid. Ik vind het eigenlijk toch wel ernstig als je de verhalen van mensen hoort over hoe alleen en ook weinig gekend ze zich daarmee voelen. Het is niet zo dat er helemaal niks gebeurt, er gebeurt van alles. Maar ik denk dat mensen toch erg het gevoel hebben dat als de camera's lopen en de verkiezingen naderen, dat er dan heel veel aandacht voor is, maar dat men bezorgd is of dat op termijn ook gestand wordt gedaan. Er zijn natuurlijk net ook weer allerlei rapporten verschenen die dat ook hebben geconstateerd. Ja, mensen zijn ontzettend wantrouwend. Ja, en dat kan je je voorstellen. Het is belangrijk dat het gevoel van machteloosheid doorbroken wordt en mensen weer grip krijgen op hun situatie. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan heel praktisch doordat je huis fatsoenlijk gestut en gesteund wordt en dat je niet meer bang hoeft te zijn dat de hele boel naar beneden komt. Maar het kan ook doordat de overheid en de NAM duidelijk maken dat ze minder gas gaan boren of misschien wel helemaal geen gas meer gaan boren en daarmee het risico op herhaling van aardbevingen terug zouden kunnen brengen. Maar wat ook belangrijk is, is dat je investeert in sociale netwerken. Dat kwam ook heel duidelijk uit dat onderzoek, dat als mensen helemaal geïsoleerd raken met hun narigheid, dat dat ook slecht is voor hun psychische gezondheid. Dus je moet zorgen dat mensen elkaar ook steunen en dat, dat je ook op een andere manier met deze hele ingewikkelde situatie leert omgaan met elkaar. Misschien kan je op een gegeven moment van de nood wel een deugd maken, maar dan moet er nog wel wat gebeuren.